is jammer. Maar er komen huizen met de onderwinkels. Dat is misschien hoe lang, 3, 4, 5 jaar, als het klaar is. Als ik er nog ben, want ik word 87. Nou, hier zie je het hele overzicht van het Bogaert Stadcentrum. Hier is het Bogaertplein wat al vergroend is. En hier zie je de Sterpassage die inmiddels bijna helemaal gesloopt is. Dit worden 510 woningen. Het oude belastingkantoor is inmiddels al getransformeerd. Daar wonen mensen naar volle tevredenheid, naar ik heb begrepen. Deze torens die worden gebouwd. De oude V&D zit hier. En in de middenberm van de Beatrixlaan zijn nog grote parkeerterreinen. Die weg die wordt verplaatst en dan komt er hier een hele strook vrij waar mensen kunnen gaan wonen. Maar dat gaat nog een paar jaar duren. Je merkt toch ook wel soms dat als ze dingen bouwen dat het wel wat duurder is. Dus ik hoop dat het ook wel aantrekkelijk is voor de mensen die hier in de omgeving willen blijven wonen. Zodat ze ook niet wegtrekken. Het is jammer, maar er komen huizen met de onderwinkels. Dat is misschien hoe lang, 3, 4, 5 jaar als het klaar is. Als ik er nog ben, want ik word 87. En op deze manier maak je toch wel weer een gezond centrum ervan. Voorheen was het natuurlijk een groot regionaal centrum en nu wordt het wat minder regionaal. Dus het wordt meer lokaal centrum en dan heb je een iets kleiner centrum nodig. Maar ja, er moet wel wat gaan gebeuren. Er is natuurlijk een woningtekort en dat wordt op deze manier wel goed opgelost. Ja, ik denk dat het, als het af is, dat het alleen maar positief is voor de Bogaert en voor de omgeving in Rijswijk. Het is absoluut stofhappen, zou je kunnen zeggen. Net zoals de verbouwing thuis. Maar dan weet je ook dat er iets moois uiteindelijk komt. En we proberen voor de inwoners, voor de ondernemers, die overlast zoveel mogelijk te beperken. Want het moet wel een aantrekkelijk centrum blijven, ook in de komende 10 jaar.